Drie wijzigingen in de opstelling van NAC. Drie wijzigingen in de voorhoede basisplaatsen voor CDU, voor Garbert en voor Tom Boeren in de wedstrijd tegen Jong AZ. Goed keeperswerk hier van Daniel Deen. In een zo goed als vol Radverlegstadion. Ruim 14.000 seizoenkaarthouders zijn er in Breda. NAC dat het seizoen begon met een 2-2 gelijkspel tegen Dordrecht. Dit is een stevige overtreding van middenvelder Kalisvaart. En die krijgt dan ook de gele kaart van scheidsrechter Nick Smit. Hij heeft een blessure op bij Matthew Garbett, die even later de strijd moet staken. Hier is de eerste mogelijkheid in de maak voor Jong AZ. En die is voor Kewel. Jong AZ dat het seizoen begon met een overwinning op Jong Utrecht. Hier pijn bij Garbett, die niet verder kan. Huballa moet wisselen. En Roy Kuipers maakt zijn debuut, overgekomen van RKC. En nu de speler bij NAC. Jong AZ zonder de geschorste Luc Posma. Die kreeg de rode kaart in die gewonnen wedstrijd tegen Jong Utrecht. Dit is Rosangelo Daal. Uiteindelijk hoog over bij Kortsmit. Het is niet heel spectaculair in de eerste helft. NAC is iets sterker. Maar ook AZ krijgt af en toe toch wel zo zijn mogelijkheden. Keeper van Jong AZ, Daniel Deen. Die bal is wel te onderscheppen. En dan kan NAC in de aanval. CDU. Dit is een overtreding van Kalisvaart. Die dus al de gele kaart kreeg van scheidsrechter Smit. En hier eigenlijk ontsnapt aan zijn tweede gele kaart. Harde vrije trap is van Leemans. Maar wel recht op Daniel Deen af. Dit is de paas van Leemans. Wernersson. Boeren. Goed gespeeld. CDU. CDU houdt vast. Maar gaat hier dan zelf neer. Na het duel met Misha Engel. En dan komt er een strafschop. Zo geeft scheidsrechter Nick Smit aan. De eerste overtreding maakt CDU zelf. Daarna is er licht contact. En gaat de bal dus op de stip. Vanaf 11 meter. Janosek. En 1-0 voor NAC. Benutte ook al een strafschop in de wedstrijd tegen Dordrecht. De wedstrijd die vorige week in 2-2 eindigde voor NAC. Nu opent hij de score. Dominique Janosek. Hij brengt voetbal op het middenveld bij NAC. Hier is hij opnieuw. Janosek. En een geweldige uithaal. En het staat 2-0 voor de ploeg van Huballa. Veel enthousiasme in het Radverlegstadion. Dit is een schitterende goal van Dominique Janosek. Nu dus al op 3 doelpunten voor NAC in dit seizoen. Hier de opening van Janosek. Inmiddels in de tweede helft. CDU. Doet veel goed. Speelt alleen op het laatste moment de bal iets te ver voor zich uit. Zo komt Jong AZ niet echt in de wedstrijd. Blijft NAC de betere ploeg. NAC dat dus wel een valse start kende met slechts een punt in die wedstrijd bij Dordrecht. AZ probeert het wel in de tweede helft. Hier met aanvoerder Berghout. Rechter op Kortsmit af, die toch nog even moet lossen. Maar dat loopt voor NAC weer goed af. NAC gewoon spelend dus met Koekel Martina en ook met Boy Kemper, allebei fit. Dit is het schot van centrale verdediger Jan van den Berg. AZ dan een keer. Kewal. Schot wordt nog aangeraakt. Levert dus een hoekschop op. Voor de formatie van Jan Sieriksma. Daal. Kwakman. Handig balletje laten lopen door Kewal. Kwakman. Hé, daar wordt hens gemaakt door Martina. Die daarna op zijn enkel wordt getrapt door Kwakman. Belangrijker is dat de bal op de stip gaat. Het wordt een penalty voor Jong AZ. 20 minuten voor tijd. Het is goed gezien door scheidsrechter Smit. Het is hens van Martina. Die zelf geblesseerd uit moet vallen. De strafschop wordt benut door Adai.
Weer trefzeker, dat was hij ook al tegen Jong Utrecht. Tweede doelpunt van het seizoen voor hem. En daar gaat de ongelukkige Kuko Martina. Vorige week ook al geblesseerd uitgevallen in de extra tijd tegen Dordrecht. 2-1 wordt het dan nog spannend. Schitterend aangenomen deze bal door Van der Zanden, zo ineens uit de lucht. Het schot van Leemans is een behoorlijke afzwaaier. De overwinning komt voor NAC. Niet meer in gevaar. Extra tijd. Zesde minuut. Van der Zanden. NAC kan nog een keer in de aanval. Andere invaller, Kuipers. Maar hij krijgt de bal niet tussen de palen. Wel gaat NAC deze wedstrijd verdiend winnen van Jong AZ. Vorige week een punt. Nu dus drie tegen de ploeg uit Alkmaar.